Hoi, en super leuk dat je op deze video hebt geklikt. Voor vandaag heb ik weer een maandshopvlog. Dit heb ik in januari ook gedaan voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Ik zal ook linken in het i'tje. Maar voor vandaag van maart. Ik heb het in februari niet gedaan, omdat ik het alleen wil doen als ik oprecht leuke dingen heb gekocht. Maar in maart heb ik best wel dingetjes gekocht waar ik echt excited ben. En die ga ik laten zien vandaag aan jullie. Ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vinden. Doe nog even dat duimpje omhoog. En als je wilt kan je hier beneden abonneren en laten we dan snel beginnen. Het is vandaag echt heerlijk weer en gisteren ook. En ik ben zo blij. Ik ben alleen zelf echt hartstikke verkouden. Maar daardoor kan ik niet naar school en heb juist nog meer tijd om te genieten van dit mooie weer. Dat terzijde, laten we gewoon beginnen met het eerste wat ik zie. En dat is een van mijn laatste aankopen eigenlijk. En dat is deze blouse. En hij komt van H&M. Het prijskaartje hangt er zelfs nog aan. Ik heb hem in een maatje S en hij was afgeprijsd naar 6 euro. En ik zocht al een tijdje gewoon zo'n blouse die je ook op het strand of zo over een bikini aan kan doen. Of natuurlijk kan gaan dragen als een blouse in de herfst of winter zelfs. En deze was in de aanbieding en ik vond het patroontje wel leuk. Het is heel basic, maar ik vond het wel een mooie kleur blauw. Dus deze heb ik gekocht. En dit is hoe de blouse eruit ziet. Hij valt gewoon hartstikke normaal, maar wel een hele chille basic. Dan iets wat ik nu al aan heb en dat is dit topje. En ik heb dit topje ook in een andere kleur. Namelijk deze een beetje bruinige tintkleur. Maar dit topje zit zo lekker en ik heb het vandaag echt de hele dag gedragen. En het is echt heerlijk. Het is een wat korter topje, dus ik zou dit ook alleen dragen. Gewoon thuis of op vakantie. Maar ik heb nu ook aan boven een rok en het zit gewoon echt heerlijk. Dus hier ben ik echt super blij mee. Deze kost volgens mij 8 euro per stuk, wat op zich wel duurt voor een hemdje. Maar ik ga dit zo vaak dragen, dus dat is het echt wel waard. En de kwaliteit is gewoon mega goed. Deze zijn trouwens van de Zara en ik heb ze allebei in een maatje S. Dit is een van die topjes boven een rok en ik weet niet hoor, maar dit staat toch zo leuk. Ik vind het echt superleuk. En voor de zomer is dit gewoon perfect. Er zit ook een soort van ribstofje in. Dus het zit echt mega lekker. Dan nog iets wat ik nu draag. En dat is deze ring. Ik had eerst een andere ring met een muntje. Maar dat muntje is afgebroken. Ik wou wel een soort gelijk iets. Maar eentje die iets minder kwetsbaar was. Dus ik heb deze gekocht. En ik had nog een cadeaubon van mijn jewelry. Dus die heb ik hiervoor gebruikt. En het is echt een mooie ring. Ik heb hem in een maatje 16. En hij past echt perfect. 16 past niet in deze hand. Maar wel om mijn linker. En er staat Amour op. En ze hebben hem ook met golfjes en een palmboom. Maar die van golfjes was uitverkocht. En die van palmboom vond ik niet zo mooi. En dit matcht met mijn ketting. Want daar staat Cupido op. Dus ja, allemaal weer in de liefdesfeer. En deze kostte uit mijn hoofd 17 euro, 18 euro. Maar ik zal van alles even de linkjes hier beneden zetten als ik ze nog kan vinden. Dan om gelijk door te gaan met de sieraden heb ik deze super schattige oorbelletjes. En deze heb ik gekocht op Vinted, maar ze zijn oorspronkelijk van mijn jewelry. Dit is hoe ze eruit zien. Het is een soort van een draaioorbelletje, maar het is heel subtiel. En de sluiting is heel erg gemakkelijk. En vaak met die ringetjes is dat niet het geval. Dus dat is echt top aan deze. En net als mijn ring zijn ze gewoon stainless steel. Dus je kan ze ook aan tijdens het zwemmen. En ze zullen niet verkleuren, maar het is niet echt goud. Dan nog iets wat ik heb gekocht bij de Sostrane Crane. En dat zijn deze kaarsen. En zoals je ziet heb ik ze gedraaid. Dat is een hele trend een tijdje geleden. Maar nu komt de lente eraan. En ik dacht, hoe leuk is het om dit ook te doen, alsnog. En daar staat er ook al één en het staat echt mega leuk. En ik heb dus ook nog deze twee. En het is best wel goed gelukt. En ik vind het gewoon zo leuk. En het staat zo mooi ook. En gezellig en vrolijk en alles bij elkaar. En volgens mij waren deze echt maar 50 cent per stuk. Maar je kan op heel veel verschillende plekken kaarsen kopen. Eigenlijk moet je wel kaarsen hebben die zowel binnen als buiten gekleurd zijn. En ik ben erachter gekomen dat deze gewoon wit zijn van binnen. Maar ze hebben best wel een dikke kleur rand, dus je kan ze alsnog gewoon draaien. Dus dat is top uiteraard. En ik ben daar heel erg blij mee. Echt zo'n kleine aankoop. Maar wel iets waar ik heel erg vrolijk van word. Dan een van mijn grote aankopen. Nou, groot ook is het ook weer niet. Maar een nieuwe broek. En nieuwe mom jeans om precies te zijn. En deze heb ik ook gekocht bij Vinted. Maar deze is oorspronkelijk van de H&M. En hij zit echt perfect. Ik merk wel dat als je er een tijdje in hebt gelopen dat hij iets uittrekt. Maar als hij weer uit de was komt zit hij weer fijn. En deze heb ik ook gewoon in een maatje S. En deze verkocht dus een tijdje geleden bij de H&M. En toen weet ik nog dat zo'n YouTuber had gezegd dat dit echt haar favoriete broek was. Maar toen was die overal uitverkocht.
Of ze hadden hem gewoon niet meer. Ik kon hem in ieder geval niet vinden. En ik was op zoek naar een nieuwe mom jeans. Omdat mijn oude echt veel te kort was. En toen zag ik deze en dacht ik, wow. Want ik herken het gelijk door die soort van donkere strepen die ze hier zo hebben bij de riem. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Hij zit echt super lekker. Hij is echt een soort van zacht of zo. Dus hier ben ik echt blij mee. En dit is dan de broek. Hij staat echt prachtig. En hij slijt ook met knoop in plaats van een rits. En van achter staat hij ook gewoon vet mooi. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Ik was laatst op shopafspraak geweest. En toen ging ik naar de H&M en de Action. Bij de H&M had ik dus onder andere dat blouseje. Maar ook nog iets anders. Namelijk dit. Oeh, het zijn de hakjes. Echt zo cute. Het zijn hakjes voor de zomer. En ze waren afgeprijsd van volgens mij 20 euro naar 9 euro. En ik zocht vorig jaar zulke hakjes, zeg maar. Met een beetje van dit. En dan een klein hakje voor onder jurk. Of gewoon op vakantie. Als je ergens in een stadje bent of zo. Ik zou dit niet te snel naar school aandoen. En toen zag ik deze. En ze had het ook in het zwart. En ik wou het eigenlijk het liefst in het zwart. Maar daar hadden ze niet meer mee maat. Maar nu heb ik deze. En deze is zo cute. En ze waren dus maar 9 euro. En ik ben hier helemaal blij mee. Ze staan ook echt prachtig. En wonderbaarlijk genoeg zit ze echt heel erg lekker. Want dit is, die bandjes die snijden helemaal niet. Een soort van zacht of zo. Dus dat is echt top. Ik denk dat je hier echt lang op ook gewoon kan lopen. Als ik zoiets een keertje wil dragen, zijn deze wel echt super mooi uiteraard. Het is misschien een beetje out of my comfort zone, maar op vakantie mag dat. En ze zijn gewoon zo prachtig. Kijk, het ziet er ook echt heel erg mooi uit, vind ik. Het is gewoon heel basic misschien. Nou, basic niet, maar gewoon heel subtiel, maar echt zo leuk. En dit zijn dan de hakjes. Ze staan ook mooi onder deze broek. Besef dit. Gewoon heel basic. En dan tjing. Door deze hakjes voel ik me gelijk 10 keer vrouwelijker. En ik weet het. Ik ben nog jong en alles. Maar nog steeds. Ze zijn wel echt heel mooi. En zoals ik al zei, was ik ook naar de Action geweest. En bij de Action heb ik dit gekocht. En dit heb ik al een tijdje geleden gekocht. En dat had ik toen aan iemand gegeven bij Sinterklaas. Maar ik had het zo uitgetest in mijn kamer. Want het is dus een room spray. En toen rook het zo lekker. En toen had ik het weggegeven. En toen 2 dagen later rook het nog steeds echt mega lekker. Dus ik had toen eigenlijk spijt dat ik hem had weggegeven. Maar ja, daarna ging alles dicht. En kon ik niet meer naar de Action. Maar nu dacht ik, ik ga weer naar de Action. En toen zag ik deze staan. En dacht ik, ik moet hem nemen. Het is het lot. En dit vind ik eigenlijk nog een lekkere geur. En volgens mij mist er wel een stukje. Want normaal zit hier toch nog iets. Maar hij spuit gewoon normaal. Maar oh, het ruikt zo lekker. Het ziet er ook nog heel erg mooi uit. En de geur is Fresh Green Tea en Citrus. En het is dus een interieur parfum. En er zit 500 ml in. Dus hier ga ik echt wel lang mee kunnen doen. En als laatste wil ik nog even zeggen dat ik echt de laatste maand obsessed ben met mijn boeken. Maar die hou ik bij de Bieb. Dus die koop ik niet. Dus ik ga ze ook niet echt laten zien. Maar ik kan het zeker aanraden om dat ook nog te kopen. En dat waren dan weer al mijn tips voor deze maand. Mochten jullie trouwens nog een boekenaanrader, shopblog of iets in die richting willen zien, laat het dan weten. Want ik weet niet of mensen dat willen zien. Maar ik heb de laatste tijd echt heel erg veel gelezen. Dus er zit nog genoeg verhalen allemaal in mijn hoofd. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet zeker niet even nog dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Geniet van mooi weer. Doeg!